Beste kijkers, goeiedag en welkom bij het programma Land, 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 Hoor des Heeres Woord. We starten zoals gewoonlijk met gebed. Laten we eerbiedig zijn. Heren, wij prijzen u, wij eren u, wij loven u en wij aanbidden u. U alleen bent het waardig, Heren, om te alle tijden, onder elke omstandigheid en ieder moment aanbeden te worden. Want niemand is God, u alleen bent God. En dat wil dus zeggen, Vader, dat u alleen alle eer en glorie verdient. En voordat we van start gaan met het programma, Heren, willen we eerst tot u naderen. Niet alleen als programmamakers, maar ook als luisteraars, als kijkers. Heren, want we hebben u nodig en we kunnen niet zonder u. En daarom naderen we tot u, middels deze manier, Abba Vader. Maar we weten dat waar twee en meer vergaderd zijn in uw naam, daar bent u aanwezig. En u bent alom vertegenwoordigd. U bent hier, als wel daar bij de luisteraars en de kijkers. En we bidden, Heer, het is ons gebed, het is ons verlangen, het is ons doel om de mensen dichter naar uw hart te brengen, maar ook u naar de mensen te brengen. En daarom bidden wij, Abba Vader, deze dag, dat de mensen u mogen ervaren. Openbaar uzelf aan ons. U zegt dat u zich laat vinden door wie u ernstig zoeken. En dat is onze enige intentie, Heer, om u te vinden, om uw koninkrijk te zoeken en u te kennen. Zodat wij u mogen behagen en dat wij u mogen betrekken. Dat wij rekening met u mogen houden. En in alles dat we doen, Abba Vader, u daarin mogen eren. Ik draag daarom de kijkers aan u op. Zowel de jonge als de oude mensen. Heer, alle Surinamers, maar ook de mensen wereldwijd. Koning Jezus, neem volledig over. En we bidden dat wij uw leiding mogen ervaren. Want u alleen kan ons brengen naar onze eeuwige bestemming. We stellen ons hart voor u open. En we dragen deze nieuwe aflevering aan u op. Leid u ons, Abba Vader. En dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Beste kijkers, het is altijd weer fijn om in uw huiskamer te mogen zijn. Mijn naam is Sean Libby en vandaag mag ik dit programma met u doen. Nou, ik wil gaan naar iets dat ik in de afgelopen periode veel over gelezen heb. En eigenlijk iets dat mij behoorlijk heeft aangesproken. En daarmee wil ik u dus vandaag bemoedigen. En het is eigenlijk een onderwerp, een simpel onderwerp, tegelijkertijd een heel belangrijk onderwerp. En dat is gehoorzaamheid. En ik ben bezig te lezen in de Oude Testament. En veel door de Oude Testament heen, dan spreekt God namens iemand met zijn volk. En dan vooral de Israëlieten. En of het kan zijn een profeet, het kan zijn een Mozes die de leider was, of een Aaron die soms nog ook hier en daar iets moest zeggen namens Mozes. Of verschillende mensen, soms een koning, soms een... Maar voor God was één ding heel belangrijk. En dat is gehoorzaamheid. Maar soms is gehoorzaamheid, als ik u zou zeggen, u moet dit doen. Ja, nou, het kan niet makkelijk zijn. Als ik zeg, u moet uw auto wassen, want uw auto is vies. Nou ja, oké, prima. Dan ga ik mijn auto wassen. Maar als ik u zou zeggen, u moet een band wassen en de hele auto is schoon. Dan gaat u een beetje raar kijken van, wat is dit? Weet je, en dan wil ik u twee voorbeelden, verhalen die u zal kennen. Gebeurtenissen van in de tijd van Mozes en Joshua eigenlijk. Toen ze het beloofde land binnen zouden treden. Eigenlijk net ervoor is één geval waar Mozes ongehoorzaam was aan God. Hij heeft iets gedaan en eigenlijk vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God. Hij heeft die rots twee harde klappen geslagen, terwijl God dat niet had gevraagd van hem. Mag hij het beloofde land niet binnengaan? Voor Mozes was dat waarschijnlijk een van zijn levensdoelen. Ik ga het beloofde land in, maar ik mag het volk meenemen. Je kunt zich maar voorstellen, dit volk was een koppige volk geweest voor Mozes. In zijn aantal jaren die hij dus met het volk bezig was. Ze gingen in en uit. Constant klagen, ging heen naar God. En dan was het heen en weer en heen en weer. Op een moment komt Mozes en hij wordt ongehoorzaam en doet iets dat hij niet moest doen. En hij krijgt daar een behoorlijke consequentie van.
En dan wil ik u brengen naar toen Jozua overstak. Eigenlijk om de eerste stad in te nemen. Dat was Jericho. Een van de eerste steden die ze moesten innemen was op een hele unieke manier. Ze hadden een leger mannen bij elkaar gebracht. Die waarschijnlijk niet heel veel ervaring hadden in vechten. Maar ze waren stevige mannen, sterke mannen en wat ervaring. Maar God zei tegen Jozua, je moet 7 dagen lang, elke dag, 1 keer om de muur lopen. De volgende dag weer 1 keer om de muur. En dan op de 7e dag moest hij het 7 keren doen. En dan moest hij met de trompetten laten blazen, met de ark en een heleboel instructies had hij. Duidelijke instructies, wat hij moest doen. En toen hij dat zou doen, zouden ze dus de overwinning behalen. Nou, bedenkt u maar daarin. Ik weet niet wat voor ervaring u hebt met het leger, met waarom een leger er is, waarom ze zouden moeten gaan om te vechten met een stad. Nou, de stad was toen helemaal omringd, had een hele muur eromheen. Dus het was niet makkelijk in te treden, maar dat zou een leger wel best kunnen doen. Intreden, aanvallen en vechten. Het zou een behoorlijke oorlog zijn, het zou een behoorlijke een vechtpartij zijn om dan nog de overwinning te halen. Maar God zei nee, ik wil dat jullie mij gehoorzamen. Nou, de eerste dag moesten deze geweldige soldaten, misschien nog een beetje goed opgewarmd, goed getraind. Nou, ze moesten om de stad heen lopen. Nothing else. Niets anders. Ze moesten lopen om de stad heen, 1 keer. En dat was dat het voor de dag. Ik weet niet precies hoe lang dat geduurd heeft voor zo'n leger om de stad te gaan. Maar het zal niet een hele lange periode zijn geweest. Nou komen ze terug naar hun kamp. En dan kunnen ze best wel gaan denken, zo, echt waar Jozua, morgen weer hetzelfde? Echt serieus? Ik kan me best beginnen te voorstellen dat die de ene begint te klagen, boy, maar zou wij doen juist zo precies? Zou wij doen precies? Allemaal fit doen fitty. We moeten ze gaan, weet je, en dan zo onderling kunnen ze elkaar hebben gedemotiveerd. Maar de volgende dag waren ze weer allemaal op de been en ze gingen weer lopen. En de derde dag gingen ze weer eromheen. En de vierde dag. En de vijfde dag. Niets is gebeurd. Zover ik kan lezen is er niet eens een scheur in de muur gekomen. Op de zesde dag. Nou, op de zevende dag worden ze wakker, want dit is de final day. En op deze dag worden ze wakker. En ze gaan erop uit. En ze moesten 7 keren om die muur gaan. En nu gaan ze 7 keren om de muur. En zover ik weet, althans, dit is mijn aan, ja, ik neem dit zo aan, op de vijfde keer was nog niets gebeurd met de muur. Pas toen de trompetten geblazen werden, toen vielen ze in elkaar. En toen kregen zij de overwinning. En God had duidelijke instructies gegeven wat ze moesten doen. Met de buit, want bij overwinning dan neem je bepaalde dingen mee. Dan mag je dit nemen, dan mag je dat nemen. En soms zegt God aan ze van neem helemaal niets. En wanneer God zegt neem helemaal niets, betekent niet dat je iets mag nemen en schuilen in je tent. Want dan was er één man die dat durfde te doen. Hij had een paar dingen genomen voor zichzelf en hij heeft het in zijn tent gescholen. Even onder een paar dingen. Nou, de volgende stad, zover ik weet, was Ai. En een van die steden, een van de volgende was Ai. En daar moesten ze dus weer gaan vechten. Maar dan weer op een andere manier. Daar hadden ze echt een oorlog moeten voeren. Maar weet u wat gebeurde? Ze verloren de vechtpartij. Ze verloren het. Omdat 1 persoon spullen had meegenomen bij de vorige. Die hij niets mocht doen. 1 persoon was ongehoorzaam en ze verloren. Ze verloren, ze vluchtten en er waren mensen die dood zijn gegaan. Vanwege die ene persoon die ongehoorzaam was geweest aan God. Hij wist het. Hij wist duidelijk. Nou, Jozua wist niet wat er was. Jozua was daar, hij is de leider en hij denkt van, wat is gebeurd, God? We konden toch gewoon winnen? Wat is dit? Nou, God maakt het duidelijk aan hem van, er is iemand die dit gedaan heeft. En zo werd hij uiteindelijk naar voren geroepen. Ja, maar het verhaal kunt u verder lezen. Maar het was niet mooi. De volgende keer gingen ze
En ze overwonnen ook die stad. Weet je, en ik zie uit deze enkele verhalen gehoorzaamheid. Eigenlijk lijkt het op gekke gehoorzaamheid, als ik het zo mag noemen. Soms roept God ons op om iets te doen. It sounds crazy. Het is te makkelijk. Of het is... Die mensen moesten gewoon lopen om die stad. Grote legers. Biggie skimmang. Ze gingen echt om te winnen. Vechten. Nee, wacht, chill. Loop om de stad voor me. Loop om de stad heen. En dat is wat God van hun vroeg. En vandaag is het ook zo. Dat God ook bepaalde dingen van ons kan vragen. Waar wij gehoorzaam moeten zijn. Altijd wil ik gehoorzaamheid. Maar soms zijn er dingen waar je denkt van, echt waar God, moet ik dit echt doen? Er zijn momenten waar God u kan uitdagen om bepaalde dingen te doen die niet normaal zijn. Niet normaal. Maar als God dat gedaan heeft, zal hij best wel de uitweg kennen. Maar een van de makkelijkste dingen wil ik u straks vertellen, na dit volgende verhaaltje. Dus of de gebeurtenis van Naaman. Naaman heeft ook een soortgelijke ervaring gehad. Deze man was iemand, ook weer in het Oude Testament van de Bijbel, kunt u dat lezen. Maar hij was iemand die dus, hij had een goede functie. Hij was iemand die dus genoeg geld had. Hij had dus ook mensen die voor hem werkten. Maar hij was melaats. En met zijn melaatsheid kon hij niet veel doen. Hij mocht niet in mensen hun buurt zijn en dat soort dingetjes. En hij wilde graag genezen worden ervan. Toen heeft een van zijn slavinnen gezegd van, ik ken iemand, ik heb van hem gehoord, is een profeet in het andere land daar, Israël. En hij moest dus gaan naar hem toe. Dat was de profeet Elisa. En Naaman ging naar deze profeet, hopende dat die profeet voor hem zou bidden en hij zou worden genezen. Toch? En hij gaat naar hem toe en de profeet komt niet eens naar buiten. De profeet stuurt een dienstknecht van hem van, ga naar hem en zeggen dat hij zich 7 keer in de Jordaan moest dopen. 7 keer op baden. Nou, Naaman wordt boos. Naaman denkt van, niet eens de profeet neemt zijn tijd om bij mij te komen. Weet je, ik ben zo, waarschijnlijk dacht hij ook, ik ben ook zo'n geweldige functie heb ik, zo'n geweldige persoon ben ik. Dan stuurt hij zijn dienstknecht, kan ik me best voorstellen. Nou, toen vroeg iemand hem, en dan stuurt hij me om zo'n makkelijk ding te doen. Want toen vroeg iemand hem, die met hem mee was gekomen, van maar als het iets moeilijks was, zou je het dan wel doen? Toen zei hij, ja, ik zou het doen. Nou, dit is toch makkelijk? Maar Naaman zei van, ja, maar ik heb toch 2 grote plekken, zeeën daar, rivieren die ik in zou kunnen gaan. Waarom moet ik speciaal in de Jordaan? Is toch, die man zegt van, als het zo makkelijk is, waarom doe je het dan toch niet? Dus hij gaat en uiteindelijk gaat hij en dan doet hij het. En dan baat hij 1, 2, 3, gaat hij 2, 6e keer, is nog steeds meer laatst. En op de 7e keer, toen verdween het. Toen ging allemaal laatstheid weg. En dat is... Op basis van gehoorzaamheid is dat gebeurd. Toen ging hij snel weer terug naar de profeet. En toen wilde hij hem geschenken geven enzovoorts enzovoorts. De profeet zei, nee, ik moet niets hebben daarvan. Dus gaat hij weg. En dan, weet u, ik ga snel een volgende deel van het verhaal, waar een stukje ongehoorzaamheid kwam en met een gevolg. Met de consequenties van ongehoorzaamheid. Nou, een van de dienstknechten van de profeet wilde heel graag wel het buit, wel een gedeelte van die geschenken. Dus terwijl Naaman en zijn mannen weer weggingen, rende hij snel achter ze aan, of ging hij snel achter ze aan van, hey, toch, de profeet heeft toch gezegd dat ik een paar van ze moet krijgen, weet je. Er is iemand gekomen, hij verzon een verhaal. En hij kreeg een deel van het buit en hij ging er vandoor. En toen hij terugkwam, vroeg de profeet hem, Elisa, van waar was je? En toen gebeurde het dat hij plotseling melaats werd. Eigenlijk die melaatsheid van Naaman kwam over hem. Vanwege zijn ongehoorzaamheid. Hij had het niet moeten doen. En hij wist het. Weet u, vaak genoeg, als u niet weet dat u ongehoorzaam bent, dan is het iets anders.
Maar wanneer ik zeg aan een kind, neem het niet. Je mag het niet nemen, niet aanraken. En ze dat doen, weten ze dat ze ongehoorzaam zijn. Ze weten het. Kleine kinderen weten dat ook al. En ze kijken nog zo uit de hoek van hun oog misschien naar je. Maar ongehoorzaamheid heeft consequenties. Gehoorzaamheid heeft ook consequenties. En natuurlijk, deze consequenties zijn waar we naartoe willen gaan. Kijk, als we gehoorzaam zijn aan God, dan kan God ons leiden. Kan God ons zijn beloftes werkelijkheid maken. Als God zegt, vertrouw op de Heer met geheel jouw hart. En dan zal Hij de paden recht maken. We willen heel graag dat God onze paden recht maakt. Dat God onze leidsman is. Maar willen we hem vertrouwen met ons hele hart? Een andere tekst dat in me opkomt is verlustig. Dat is Spreuken 3 vers 5 en 6. En Psalm 37 vers 4 zegt, verlustig u in de Heer. Dan zal hij geven de wensen van je hart. Oh, wat willen we dat niet graag. Toch dat God ons de wensen van ons hart geeft. Maar willen we ons verlustigen in de Heer? Willen we dat doen? Want als wij ons verlustigen in de Heer, zullen ook onze wensen aangepast worden naar zijn wil. En dat betekent niet dat ze weg hoeven te gaan. Of dat ze helemaal niet meer dezelfde zullen zijn. Maar het kan zijn dat God zegt van, ik haal ze weg, want dit is niet wat ik wil voor jou. Dit is niet wat ik wil voor u. Maar het kan ook zijn, dit is hem. Maar verlustig u in de Heer, dan geeft God de wensen van mijn hart. Bent u bereid om dat te doen? Bent u bereid om gehoorzaam te zijn aan die roep van God? God roept ons. God roept u en mij vandaag om gehoorzaam te zijn aan Hem. En het kan simpel zijn. Laat me twee modellen schetsen voor u. U kunt iemand zijn die pas vandaag naar die Shalom TV kijkt. Voor het eerst kijkt u bent langsgeschept, u ziet iemand praten en u stopt en luistert. En u kijkt en u denkt van, ik ken God nog niet. Dan is die simpelste uitdaging. En het kan, ik heb een paar vrienden gehad. Die zeiden van, het is te makkelijk om Jezus gewoon aan te nemen. Eigenlijk wilden ze zeggen, ik wil iets ervoor doen. Ik wil ervoor werken. Ik ga het halen. Maar nee, Gods genade kunt u niet krijgen als u ervoor werkt. U gaat het niet kunnen krijgen. Gods genade wordt geschonken. Het is een geschenk van God. Hij geeft het ons. Hij is al gestorven voor ons aan het kruis. Hij heeft al de zonde schuld betaald. Bent u bereid dan om te zeggen, Heer Jezus, vergeef u mij, kom in mijn leven en neem de leiding van mijn leven. En maak mij wat u wil dat ik moet worden. Zo simpel kan dat. In een simpel, we noemen het een gebed. Maar het is praten met God. Van God, ik heb u nodig, leid u mijn leven. Als u dat nog nooit hebt gedaan in uw leven, dan kan het vandaag nog. Want u bent nog in leven, u ziet mij en u hoort mij nog steeds. Het kan zijn, en ik wil u niet bang maken, maar de realiteit is dat mensen doodgaan. Elke dag. Ook in Suriname. Deze dagen lijkt het erger te zijn dan voorheen. Soms om de domste, onmogelijkste redenen gaan mensen dood. Maar vandaag kunt u kiezen voor Jezus. Vandaag kunt u kiezen voor Jezus. Maar als u nu Jezus kent en een relatie met hem, met God heeft, en u in die relatie, dat proces wil groeien, dan is de uitdaging misschien voor u om te zeggen, Heer, ik wil u volledig gehoorzamen. Ik wil mij alles geven, mijn uiterste best doen om u gehoorzaam te zijn. En dat betekent ook wel dat het kan zijn dat God u uitdaagt voor iets dat u niet verstaat en niet begrijpt. 7 keren om een muur lopen met een leger. Echt, is dat zoals we normaal een leger zouden zien vechten tegen een stad? Nee. 7 keren in de Jordaan baden? Nee, dat is niet normaal. God daagt ons soms uit voor dingen die niet normaal zijn. Maar bent u bereid om te zeggen, ja Heer, ik ga u gehoorzamen. Ik wil u vertrouwen. Maar dat betekent, u moet zijn stem kennen. Niet iedereen kan u uitdagen. God zelf
als Hij tot u spreekt door zijn woord, door de mensen die Hij gebruikt, dan kan u zeggen, Heer, bent u dat? En dan wilt u mij leiden. Wilt u mij helpen? Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen. Om God te alle tijden gehoorzaam te zijn. Is niet makkelijk. Is niet altijd uitdagend. Soms is het zo simpel. Maar daar, dat is onze God. Maar Hij wil pure gehoorzaamheid. Wanneer Hij zegt niet aanraken, is het niet aanraken. Wanneer Hij zegt ga, is het ga. Is het niet van maar, hoe dan, wat doe, moet ik? Nee, ga in gehoorzaamheid. Laten we bidden. Ik wil met u afsluiten in gebed en voor u bidden. Vader God, we danken u wel. We danken u, o Heer, dat u ons kent. En dat u ons harten kent. U kent ons verlangens. Heer, u weet ook dat er mensen zijn die nu op dit moment kijken, die u nog niet kennen. En die relatie met u zouden mogen starten. U bent wachtende op hun. Uw uitnodiging voor hun is simpel. Kom, kom zoals je bent. En dan zijn er ook mensen, Heer, die naar dit geluisterd hebben en zeggen van, wat is uw uitdaging voor hun leven? Wat wilt u, wat vraagt u van hun? Waar moeten zij gehoorzaam zijn aan u? Vader, we bidden, Heer, dat u hun wilt leiden met uw Heilige Geest. Vult u hun, leidt u hun in Jezus' naam. We danken u daarvoor en we geven u de eer in Jezus' naam. Amen. Bedankt dat u wilde kijken vandaag. En denk erover na. Gehoorzaamheid bij God is zo belangrijk. God zegen. Neem onze angst en twijfel.
vernederd voor mij, vernederd voor mij. En bid als mijn volk zich bekeert van zijn weg en roept tot mijn aangezicht. Zal ik hen verhoren en genadig zijn en een land genezen van alle pijn. Herstel ons land, hier herstel ons land, hoor ons aan en reik ons ook uw vaderhand. Herstel ons land, hoor ons o Heer, vergeef ons land, maak alles wat gebroken is weer heen. Hier wij knielen neer, vernederen ons voor u. Hier wij knielen neer, bekeren ons en zoeken.